Oh, zo lekker aan het varen. Oh, zo leuk. Hé, hey, wat is dat? SOS! Hallo! SOS! Wat is SOS? Sos! Robin, waar ga je heen? Wat doen we hier? Een vogel uitlaten. Robin! Robin! Vandaag ga ik weer een map spelen van een kijker. Robin, ben je er klaar voor? We zijn hier in de map van Niek en... Hoe heet die? Like Blocks Noob? Ja. Ja, Niek en Like Blocks Noob. Zij hebben een hele leuke map voor ons gemaakt. Er stond hier de beacon, maar we werden een beetje gek van het geluid. Dus hebben we de beacon gesloopt. Maar laten we maar gelijk de video ingaan. Oh, ja. Alright, welkom. Hallo Max en Robin. Deze map is speciaal voor jullie gemaakt. Wij, Quinn en Niek, hebben meer dan 10 uur aan deze map gewerkt. We zijn geen professionele mapbouwers. Nou, dat kunnen we zien. Nee, grapje. Met heel veel moeite gemeen. Hebben we... Wat? Gemeen. Hoezo? Ja, gewoon vind ik gemeen. Wij hebben een hele storyline bedacht met opdrachten die jullie moeten uitvoeren als team. Oh, we moeten als team gaan samenwerken. Het is leuke content en er is veel tijd ingestoken. Daarom hopen wij dat je hem speelt en in de video doet. Voor vragen of tips kan je op Discord Niek nemen of like op Bloksnoep DM. Nou, komt helemaal goed. We hebben veel plezier gehad met het maken van deze map. We hebben als server kaas hosting gebruikt. Einde reclamespotje. We hopen natuurlijk dat je hem in je video speelt. Natuurlijk. En regels. Nou, die gaan wij even lezen en dan beginnen we. Ben je er klaar voor, Robin? Nee, is hij dood? Hoe kan dat? Alright, we moesten beginnen door op de pressplate te staan bij een dorpeling. Welkom, Content Venia. Welkom in Content Venia. Jullie zijn vastmaksen erop. Ja, dat klopt. Ik heb Quinn en ik... ik heb Quinn en Niek naar jullie gestuurd, omdat jullie de enige zijn die katarige tovenaar Voldemort aankunnen. Ga nu snel naar de burgemeester om het dorp op tijd te kunnen redden. Robin, Voldemort is er. We moeten Voldemort tegenhouden. We moeten naar de burgemeester gaan. Ja. Het huis van de burgemeester. Waarom is die twee deuren? Hallo burgemeester, het kantoor, wat heb je te zeggen? Jemig wat een tekst. Hallo beste avonturiers, bedankt dat jullie op tijd zijn gekomen om ons te helpen. Vroeger leefden... Wat is dit eigenlijk best wel een groot verhaal, Robin? Vroeger leefden er in ons dorp twee tovenaars, Marlijn en de Goede en de... Marlijn de Goede en Voldemort. Marlijn de Goede. Om Voldemort te verslaan moet je samenwerken als twee vrienden en de ultieme kracht van vriendschap te tonen. Ga naar de smid, hij weet meer. De smid weet meer, we moeten de ultieme vriendschap testen, Robin. Krijgen we een vriendschapsarmband. Ja. Oh, nee. Plaats hieronder de sleutel. Het huis werkplaats van de smid. We hebben een sleutel nodig, Robin. Niet waar. Heb je een sleutel? Oh, wacht. Leef je hier? Oh, waar kom je eraan? Oh, die butter zat eronder. Onder het tapijtje. Oh, nou, dan plaats ik de sleutel. Hoppakee. Oh, je hebt er ook een. Ja, oh, allebei een sleutel. Er zit in een logboek. Oh, maar laten we eerst even met de smid praten. Ik wil jullie best helpen, maar eerst helpen jullie mij. Als jullie 5 ijzer minen en hier smelten, dan krijgen jullie mijn logboek. Maar we hebben hem al. We kunnen hem letterlijk al pakken, het logboek. Is dat zo? Het logboek zit er al in. Maar we kijken of wat hij nog meer wil. Als je naar de mijn gaat, helpt de mijnwerker je verder. Ook mogen jullie mijn zwaard en armor mee. Maar ik heb maar 1 setje. Succes, mannen. Ah, dus we hebben wel eerst de tools nodig hiervan, denk ik. Maar hoe komen we zou ik het logboek lezen? Of ja, wat wilde hij nee, nou? Nee, dat mag nog niet. Nee, we moeten eerst gaan minen. Naar de mijn. Naar de mijn! Dat is hier. Hier, ik heb een pickaxe. De brandbreker. Maar het is maar 1 pickaxe. Wat had hij nodig ook alweer? IJzer. Hey, IJzer. Staat iemand. Zou ik IJzer hakken? Ik ga kijken. Hey, wie zijn jullie? Max. Wij zijn Max en Robin Mijnwerker. Oh, jullie zijn vast onze redders. Ja, dat klopt. Dat zeg ik helemaal niet. Ik zeg niet... Wel waar, dat zeg je. Ja, nee. Dat klopt. De smid heeft ons hierheen gestuurd en zei dat we hierheen moesten. De sleutel van de deur ligt... onder de deurmat. Pak gerust de pickaxe uit de kist. Succes. Oh, we hebben het niet helemaal verpest. Nee, prima. Maar kijk, hoppakee. Nee, niet oh, hey, wie zijn jullie? Nee, stop. Maar hij heeft ijzer nodig, hè? Ja, 5 stukjes, als het goed is. Oh, ik heb 5 stukjes. Prima. Nou, mooi. Gaan we weer omhoog? En dan moet ik het smelten? Kijk, dan smelten we het. Zal ik vast het logboek voorlezen? Ja. Dit is mijn logboek. In dit boek schrijf ik, de smid, alles wat ik weet over twee tovenaren. Over de twee tovenaren. Lang geleden richtten de twee tovenaren Content Venia op. De twee tovenaren waren best vrienden. Totdat Voldemort werd egoïstisch. Hij zei dat hij koning en oprichter was van Content Venia. Iedereen moest doen wat hij zei. Mensen die dat niet deden, konden het niet navertellen. Voldemort begon een duistere magie te gebruiken en heeft daarmee Merlijn vermoord. Bij de bakker kun je brood... Echt een heel duister verhaal. En daarna volgende pagina. Bij de bakker kun je brood en meer informatie halen. Lekker. Maar het klinkt inderdaad wel een beetje bekend. Dit klinkt heel... Zo die een beetje egoïstisch werd en zo. Wat hebben we het over? Ik ga naar de bakker. Ik lever al het ijzer in. En dan krijgen we er ook iets voor terug. Of... Hallo!
moesten we het gewoon geven. Nee, hier. Lever in. Ik heb het ingeleverd. Daar steek er dan in, hè, Smit. We gaan wel gewoon naar de bakker. Oh, de bel gaat. Kom eraan. Robin. Oh. Ik heb hier de duistere grot van Voldemort. En in case dat we het kwijtraken, heb je hier ook gewoon nog een bordje. Voldemort die kant op, Marlijn die kant op. Oh, dus boy. We kunnen nooit de weg kwijt. De bakker. Hallo, bakker. Hallo. Oh, waar staat ze? Hier. Hier moet er een. Hoppakee. Hallo, wilt u brood bestellen? 1 halen, 2 betalen. Max, dit zeg ik dus blijkbaar. Nee, we zijn op zoek naar Voldemort. Bakker, het enige wat ik weet is dat Marlijn al een jaar geleden is vermoord. De dorpsgek eert hem nog altijd. De dorpsgek woont nu in Marlijn zijn toren. Dat was ooit zijn leerling. Deel dit brood maar met elkaar. Alsjeblieft. Dankjewel. Waar woont Marlijn dan? Ja, de toren. Nee, toch? Welke toren? Oh, dit is Marlijn's toren. Hallo, dorpsgek. Zo. Jemig, wat een tekst. Wie zijn jullie? Wij komen Voldemort verslaan. Eindelijk, iemand die het weer gaat proberen. Ik zal jullie helpen, ook al is dat het laatste wat ik doe. Ik was Marlijn zijn leerling en ik heb zijn werk afgemaakt, maar niet helemaal. Ik heb de enige spreuk om Voldemort te verslaan. Ik heb die spreuk op een pijl gebruikt en die ligt boven in mijn toren. Neem hem mee en raak Voldemort recht in zijn hart. Hij zou zo erg verzwakken. Dat is de enige manier om hem te verslaan. Ik loop mee naar de grot van Voldemort. Maar wees gewaarschuwd. Je kan alleen de grotten overleven als jullie je vriendschap tonen. Opdracht, zoek de god van Voldemort. Staat dat serieus onder? Moeten we nu een boog pakken of zo? Wat is het? Pijl, denk ik. Ja, ik heb hier de betoverde pijl. En een map. En blaze powder. Die neem ik mee. Even kijken, op de map daar staat... Ja, niet veel. Nou, dan gaan we terug naar de grot. Nou, de duistere grot van Voldemort. Wat zegt hij hier? Robin. Max, jij moet het linkse pad nemen. En Robin moet het rechtse nemen. Eerst krijgt Robin aanwijzingen die hij moet zeggen tegen Max. Daarna krijgt Max aanwijzingen die hij moet doorgeven aan Robin. Ik kan vanaf hier niet verder. Ik heb krachten die mensen in het duister sterker maakt. Oh. Oh. Nou, laten we gaan dan. Als het goed is, heb je al een zwaard en een schild enzovoort. Robin, jij neemt het zwaard en het schild. Max, jij de armor en de pijl en boog om Voldemort te verslaan. Nou, Robin, was je zomaar weggelopen, hè? Hier, alsjeblieft. Dankjewel. Dan ga ik Voldemort doodmaken. Maar moet ik niet de armor? Weet ik niet, staat dat er? Nee, ik de armor en de pijl. Nou, daar gaan we. Max zijn pad. Okay. Robin, succes. Succes. 1, de 2. Oeh, welkom in de duistere grot van Voldemort. Het gaat om vriendschap hier. De onzichtbare brug. Oh, nee. Robin, er is een onzichtbare brug. Dat ben je niet. Waar moet ik heen? Ja, dat is onzichtbaar. Wacht even. Deze heb je nodig. Of ja, Max, meer dan jij. Ik heb een boekje. Hey, hallo! Ja! Ja! Hey Robin, Max moet zo een onzichtbare brug oversteken. Aan jou de taak om het veilig aan de overkant te brengen. Geef de info van de volgende bladzijde door aan Max. Oké, ja? 2 naar voren. 2 naar voren. Draai naar links. Draai naar links. 2 naar voren. 2 naar voren. Draai naar rechts. Draai naar rechts. 3 naar voren. 3 naar voren. Draai naar rechts. Draai naar rechts. 1 naar voren. 1 naar voren. Naar links kan ik en dan 3 gewoon naar voren. Als ik shift inhoud. Gewoon halen, ja, zoals mee. Dit. Kijk, dat ik een beetje zo gewoon ga. En dan rustig die kant op, tot ik daar rustig hier kom. 2 naar voren. 3 naar rechts. 2 naar voren. Ik heb hem. Heb je goed gedaan, jongeman. Het gaat om vriendschap, Robin. Het gaat om vriendschap. Ja, die jij nu verpest. Kijk uit, er loopt gevaar, maar niet bij jou. Heb ik wat gedaan? Wat gebeurt er? Ja, vriendelijk bedankt. Pak ze. Alsjeblieft, het gaat om vriendschap. Wat is dit? I don't know. Wat doet die lever? Wat doet die hendel? Welke? Oh, die maakte dit ding open. Hier. Ah, oké. Okay. Daar! Nee, kom terug! Hey! Is de bedoeling dat we alweer samen zijn? Komen we nu bij Voldemort? Ik denk het, geen idee. Opdracht. Zoek de knop van steen. Oh, nee. Ha, dit loopt dood, losers. Deze was voor Rick Forst. Waarom altijd een Rick? Hier, ik heb de knop gevonden. Maar het doet niks. Dan is dat niet de goede, denk ik. Zo, dan moeten er meerdere zijn dan. Ik denk dat wel de goede is, Robin. Denk je? Ja, je zou zeggen van wel, ja. Oh, hier! Ik heb hem! Dit was hem, hieronder! Wat doet het? Wauwie! Wat doet het? Klik er eens op. Nog een keer. Nog een keer. Oh, hier is iets open! Waar? Oei! Huh? Oei! Is de bedoeling dat we hier zijn, ja, hè? Wees voorzichtig! Parcours naar beneden. En neem het toverspreuk uit de kist halverwege mee. Oké, we hebben een toverspreuk die we halverwege moeten pakken. Voorzichtig, Robin! Oké, dit is een spreuk. Potion of night vision. Dus dat ding is tussen. Een onzichte barrier. Onzichtbare barrier. Inderdaad. Oké, we komen denk ik nu in de grot van Voldemort. Ben je dan serieus dood? Ja. Niet gebeurd. Ik heb, loop nu verder langs de fakkels, oké? Ik heb een potion of night vision gekregen. Ja, daarom. Echt? Ja, 2. Oeh,
Nice. Die had ik uit de kist tussendoor. Nou, laten we die nemen. Dan zien we langs meer. Langs de fakkels. Langs de fakkels, daar gaan we. Onderweg naar Voldemort. Een pijltje deze kant op. Ah, Robin, mooi, ik ben er klaar voor. Ik ben er klaar om een pijl in Voldemort zijn hart te steken. Is dat zo? Waarom heeft Marlijn zo'n kleine kut te horen en heeft Voldemort echt zo'n lijpe, weet ik veel wat. Wat is dit? Oh, daar gaan we weer. Ik neem Lijkenblok Snoep. Hij was te sterk voor ons. Je kan hem alleen verslaan met een spreuk en tonen van vriendschap, zegt Lijkenblok Snoep. Wat zegt Niek? We dachten dat onze vriendschap sterk genoeg was, maar toch niet. Versla hem. Noep, jullie zijn geen vrienden. Daar gaan we Robin. Onze vriendschap. Samen. Hey. Waar is hij? Is dat hem? Voldemort. Ieder van jullie pakt één chest en jullie moeten het uitvechten. Er is maar één die hier levend uitkomt. Max zegt... Maar we zijn hier niet om elkaar te vechten, maar om jou te verslaan. We moeten de dorpelingen bevrijden. Of je moet de enige spreuk hebben die mij kan verslaan. Dus ga nu naar jullie chest. Als je niet vecht, overleven jullie het allebei niet. Kan ik dan niet gewoon met die ene specifieke pijl zo denken van... Yahoo! Dit is dood. Wow, ah, ik ben verslagen. Ik ben verslagen. Ik zal terugkeren. Oh nee, ik ben verslagen. En nu? Auw! Auw! En alsnog nee, vechten nee, stop. Tegen Kaas. Nee, nee! Opdracht! Alsnog vechten tegen Voldemort! Nee! Mus! Mus! Ja! Ik ben de nieuwe Voldemort. En nu? Buig voor mij. Zolang vecht tegen elkaar. Tenzij jij heel toevallig die ene spreuk hebt die mij zelf vermoordde. Maar wat nu? Weg. Grapje. Grapje. Huh? Grapje. Huh? Grapje. Grapje. Wat is dit? Walnoot beukenoot is de uitvinder van het woord muik. En je ziet er in het echt vast niet mooier uit dan hier. Wat? Ik ben Patrick. Wie is dit? Jurisha Dillon. Wie is dit? Hij heeft een heel klein beetje geholpen met het pad en het huis van burgemeester. Nou, dankjewel Dillon. Oh, we zijn klaar. Ja, we zijn klaar. Robin, slaaf van Max. Ja! Iedereen mag je. Laten we doorgaan naar de volgende map. Alright, aangekomen in de tweede map. Ziet er goed uit. Ik heb geen benen meer. Alright, Robin, ben je er klaar voor? Nee. We zijn hier weer bij Owen. Owen heeft al eerder twee maps voor ons gemaakt. Hij heeft dan deel 1 en een deel 2. Deel 1 heet de map voor Max. Deel 2 heet de map voor Makers. En dit is deel map voor Mucus. Zo kwamen ze in de mail aan. Welkom, Lijken Walnut en Eikoek Bacon 1, 2, 3. Dit is deel 3 van mijn map. Dit is ook het laatste deel. Veel plezier met spelen. Abonneer op Walnut. Sta op de pressplate om te beginnen. Je kan ook nog even door het glas kijken naar de map. Zullen we even naar de map kijken, Robin? Ik heb geen benen. Kom. Oh. Hey, ik zag je benen. Toch wel. Oh, nog één keer. Oh. Oh. Dank je. Laat even naar de map kijken die je gemaakt. Ah, prachtig. Nice, nice, nice. Ziet er goed uit weer dit. Ja, nee, leuk, ja. Heel, heel goed. Echt een architect. Nou, stap op de pressplate om te beginnen. Daar gaan we. Oh, Lijken Walnut. Hoi, Lijken Walnut. Ik heb opdracht voor je. Ga op zoek in het kasteel naar de button. Die brengt je naar de volgende plek. Gast, dit is mijn kasteel, Robin. Oh, my days. Ik ben toch benieuwd wanneer ze iets een keer voor mij gaan maken. Want ze hebben vorige keer Kingdom Koud gemaakt. Maar dit is mijn kasteel. Kijk, wie is dit? Is dit... Oh, dit is Berendina. Ze hebben maar diertjes. Ze hebben Berend, hebben ze zelfs. Gast, dit is gewoon één op één mijn kasteel. Alleen dan een beetje de funny versie. Ze hebben hier Jopie. Hebben ze Jopie ook? En Dikkie Dik. Met Dikkie Dik. En nog een Dikkie Dik. Dat klopt gewoon. Dit is gewoon mijn kasteel. Ja, Dikkie Dik. Dat is het gefaalde experiment, Dikkie Dik. En dan kan je ook de toren in. Dat vragen we dan af. Oh, nee. Oké, we moeten een button zoeken. Nou, laten we naar binnen gaan in mijn AliExpress kasteel. Het ziet er oprecht leuk uit, dit. Ik vind dit serieus heel leuk. Het klopt gewoon. Het klopt gewoon een soort van dit. Hier, dit is gewoon mijn trap. En dan heb je hier mijn deur. Oh, daar kan je niet in. Hier kan je ook niet in. Kan je hierin? Oh, meneer de band. Ja, daar ben ik het al mee eens. Heb je al een button gevonden, Robin? Niet. Nee, nog niet. Gast, dit is gewoon alles. Het klopt gewoon zo erg. Dit klopt echt gewoon één op één. Hij heeft wel moeite gestopt. Wauw, gestopt hierin. Het is gewoon kont uit veen, maar dan net een tikje anders. Nou, laten we kijken wat hier boven allemaal te vinden is. Is mijn chestroom hier ook? Ja, mijn chestroom is hier daadwerkelijk. Oh, maar deze. En dan, hier kan ik er niet in. Maar waar is de button, Robin? We hebben nog steeds een button nodig. Ik heb de button. Waar is hij? In mijn slaapkamer? Oh, wauw. Dat is echt heel makkelijk. Nou, klik de button. Oh, ik vond het serieus wel heel lijp hoe mijn kasteel nagebouwd was. Oké, Robin, wat is de bedoeling? Is het een dropper? Oh my days, het is inderdaad een dropper. Even het water zoeken. Hier hebben we voor getraind, Robin. De dropper. Weet je, ik spring wel gewoon. Ik zie het wel. Oh ja. Ah! Goed gedaan. Oh ja, leuk. Ik heb het al niet gehaald. Oh, ja, nee, top. Ik ben geteleporteerd. Waarheen? Oh, ik heb hem ook. Huh?
Hé, hey, we zijn bij de zandheks en de zandwicht. We hebben een opdracht voor je. Ga op de pressieplek staan om de opdracht te doen. Nou, prima. Laten we de zandheks en de zandwicht een opdracht doen. Huh? Zandwicht? Ja. Oh, dat is een Robin, de eerste die hem haalt. Go. We zijn in een doolhof. De eerste die hem haalt, die krijgt een appelmoesje. Afgesproken. Kut, ik ben weer bij het begin. Ik heb een rondje gelopen. Oh, Robin, jij bent sneller dan ik. Jij bent sneller dan ik. Oh, nee! Nee! Ik ben gebakkers. Ja, jij hebt hem zeker al. Nee, ik ben toch een keer verkeerd gelopen. Lekker voor je. Gun je het niet. Waarom zijn doolhoven altijd zo kut? Doolhoven. Nee, shit. Ik ga hem halen. Ik ga hem inderhalen. Ik ga het appelmoesje winnen. Ik heb hem! Nee! Oh, nu ben ik ook getapeet. Hoi, lekker wandert. Wij hebben jullie hulp nodig. Een van onze bijen heeft de code om door te gaan. Wij weten niet welke. Wil je helpen hem te zoeken? De code moet de berg achter worden ingevoerd. Oh, nee. Daar gaan we, Robin. Maar wacht heel eventjes. Wat? Je gaat nu wel meteen door, maar ik heb die appelmoes gewonnen. Ja! Appelmoes! Nee, we ontsnappen bijna. Oké, één van deze bijen heeft de code. Oh, ze doen niks. Oh, gelukkig. Bijtjes. Welke heeft de code? Oh, mijn god. Eentje heeft de code. Er vliegt waarschijnlijk één bijtje hier rond met een name tag als code. Ja, ik heb hem! Echt? Welke? 18-1-6-3-7. 18-1-6-3-7. 18-1-6-3-7. 18-1-6-3-7. 18-1-6-3-7. 18-1-6-1. 8. 18-1-6-3-7. 7. Ja, correct. Hoppakee. Race die als eerste bij de andere. Nee, maar gast, Robin. Robin, ik sta dezelfde kant als jij. Wacht. Robin. Appelmoes. Robin. Ik sta dezelfde kant als jij. Ik kom er niet doorheen. Weet je, ik heb een idee. Game mode spectator. Game mode survival. Robin, ik sta aan de andere kant. 3, 2, 1, go. Wie hem als eerste haalt, hè? Was het. Ja. Nee! Ah, dan sta ik weer aan de verkeerde kant. Robin, dit is niet eerlijk. Ik moest helemaal weer terug naar de goede kant toe. Ah! Woe! Woe! Hoppa! Oh ja, serieus. Nou, lekker. Dan ga ik rustig op mijn gemakje. Op mijn gemakkes ga ik hierheen. Hoppakee. Ik heb een sequel. Je hebt hem niet! Oh, ik heb nog kans. Ik heb nog kans. Dubbele slime blocks. Oké, prima. Nou span ik weer bij jouw kant. Echt? Oh. Anja? Nee! Huh? Oh, dit is een checkpoint. Ik heb jouw checkpoint. Thanks. Nee. Ja. Omdat jij bent waar we zijn omgeraald van plek voor some reason. Dus nu heb ik jouw checkpoint. Yeah. Ik heb hem, Robin. Ik ben de eerste. Ja. Wat is dit voor gezeik? Hé, hey, dit ben jij. Hey. Ja. Welkom op de wandertjacht. Toch werk je nog bij jacht. Ook al gaat het jongen. Ja. Welkom, jij welkom op mijn jacht. Welkom weer bij. Wat goed. Zoek de code op de boot. Als je hem hebt, voer hem in de machinekamer. Veel succes. Oké. Code op de boot. Nou, leuk dat je op mijn jacht komt werken, Robin. Oké, hier is... Als jij een jacht hebt, jongen. Machinekamer. Wat is dit? Hey, oh my days. Hallo. Oh, sorry, ik heb je trui gejat. Wat is dit? Dit is de machinekamer, maar... Dan kan je hier een trapje naar beneden. En dan hier moet je een code... Ah, meneer Walnut! Huh? Ik heb hier een code die ingevoerd moet worden. Oké, jij hebt de code die ingevoerd moet worden. Juist, ik heb een code die ingevoerd moet worden. Okay, maar dan moeten we eerst de code vinden. Hé, hey, ik heb een kist gevonden. 1368. 1368. Ik ben goed, ouwe. Ik ben echt... ik snap niet. Als je een soort wedstrijd kon hebben voor beste Minecrafters van Nederland, had ik denk ik gewonnen. 1368. Nou, organiseer het, zou ik zeggen. Ja, hier. Oké, naar beneden, aan de andere kant. Hier, dan komt hij. 1368. Correct! Bedankt voor het spelen. Ik kijk nog even rond. Oh, mag ik de laatste shout-out doen naar mijn YouTube-kanaal? Shout-out. Nee, jij mag een shout-out doen. Shout-out. Oh, nu staat hier een shout-out. Owen. Glaggler. Nou, een dikke shout-out naar jou, Owen. Je hebt 3 leuke maps gemaakt. Ik ben oprecht, dat wil ik nog even naartoe vliegen, impressed met het kasteel dat je gemaakt hebt voor mij. Dit is gewoon letterlijk mijn Minecraft-kasteel, maar dan op jouw manier. Maar hij is echt heel leuk, Owen. Dit vind ik zo funny om te zien. Gewoon hier rond te vliegen. Zo, hij heeft hem wel groter gemaakt zelfs. Damn, Owen. Jongens, vonden jullie deze video leuk? Abonneer dan zeker even. Laat per map een cijfer achter. Dus map 1 met een cijfer en map 2 met een cijfer in de reacties. Ben ik heel benieuwd wat jullie ervan vonden. En dan nu, spreek je later. Glaasje water, altijd 4 flesje bier. Kijk deze video van deze video. Robin, wat voor video is dit? Een spannende. Dit is een hele spannende video. Ik heb je bijna mijn broek gepoept. En dan nu, spreek je later. Glaasje water.